Ik vind ze te dicht bij mijn deur zitten. Ja, waarom? Nou ja, ik hou van veiligheid. En hier wonen allemaal oudere mensen. Dat is niet prettig. En juist daarom organiseert het COA een rondleiding voor de buurtbewoners. Iedereen even geruststellen en vragen beantwoorden. Mensen willen gewoon graag weten hoe zoiets er, nou, hoe ziet dat eruit? Nou ja, en waarom zouden wij dan geheimzinnig gaan doen? En dus werden de 4-persoons slaapkamers, woonkamers en wasruimtes onder grote belangstelling getoond. Dit is de eerste kamer. Dit is een wat we zouden hier noemen een normale 4-persoonskamer. Mensen in de noodopvang moeten krijgen van ons eten, maar moeten dat eten wel zelf warm maken. Dus de kinderen gaan naar school, er moeten boodschappen gedaan worden, je moet je kamer schoonmaken. Mensen die bij ons wonen zijn zelfstandige, verantwoordelijke en volwassen mensen. Maar wel met z'n 4 op een kamer, dus dan moeten ze met z'n 4 uitzien te komen. Precies, dat is onderdeel van het samenwonen en het samenleven. Ondanks een hoop protest en zelfs een rechtszaak vooraf waren de nieuwsgierige buurtbewoners enthousiast. Ik woon hier vlakbij, hierachter. Dus, wat vindt u ervan? Nou, ik vind het mooi dat ze hier terecht kunnen. Mensen moeten toch ergens blijven. Ik vind het helemaal niet erg. Waarom niet? Ja, waarom? Als het maar naar de zin hebben hier, dan vind ik het te lang goed. Maar ik hoop alleen, het ziet er keurig uit aan alle kanten, dat het ook zo blijft. Maakt u zich zorgen? Nou, zorg je daarover niet, maar ja, je weet het niet, hè? De oproep van de gemeente om iets met de vluchtelingen te gaan doen is nog wel een stapje te ver. Gaat u iets doen? Nee, ik kan het helaas niet. Nee, ja. Waarom niet? Nou, daar zie ik mijn eigen niet voor in. Nee, ik ga helemaal niks doen. Nee, nee, nee. Helemaal niks. Ik ga wel in, maar hier stond de kijk uit het raam.